Dit is Ossenisse, een rustig dorp aan de Westerschelde in Zeeuws-Vlaanderen. 339 mensen wonen er en er is een heel klein strandje. Een heel mooi plekje om in de zomer te vertoeven. Om met spelende kinderen te ravotten. Het is het enige strandje in Ossenisse en inwoners en toeristen maken er veel gebruik van. Ik kom hier nog bijna zomers, bijna dagelijks, nog niet wel pakweg 3-4 keer per week bij mijn vrouw. En dan zitten we aan het eind van de Zuidnol. Zitten we te genieten van de vlak langsvarende boten. Het is hier prachtig. Het strand ligt achter een dijk tussen twee strekdammen, of nollen zoals ze hier zeggen. In 2009 wordt die dijk verzwaard. Het strandje wordt tijdelijk afgesloten. Maar als de werkzaamheden achter de rug zijn... Het zal er niet echt eerlijk verteld aan de mensen dat er op een gegeven moment stukken van de dijk afgesloten zouden worden. En dat was natuurlijk een hele schok voor die mensen. Het strand van Ossenisse is voortaan permanent afgesloten met hekken. Het hele dorp in rep en roer. Ja, en niet alleen het dorp, ook de gemeenteraadsleden zijn boos. Ja, dan kan je voorstellen dat als je je altijd gewoon gefietst hebt en gelopen hebt... en ineens op een dag staat er ineens een hek en je mag niet verder. Ja, dan zou iedereen toch boos worden. De vogelbescherming blijkt erachter te zitten. Er zouden in Ossenisse te veel toeristen komen die de vogels verstoren. Ossenissenaar Ron de Kort kan zijn oren niet geloven. Het is zo'n rustig gebied. Toeristen die zien hier amper. Het is een enkeling die eens een keer met de fiets over de dijk fietst... of met zijn hond, hondje uitlaat. Ja, in zo'n gebied kan het toch niet zo zijn dat daar maatregelen getroffen moeten worden. De vogelbescherming maakt zich zorgen om één vogelsoort... die in Ossenisse zou voorkomen. Nou jongens, zeg eens even, welke is dat? Het ging om de bekpleviertjes. De toestand van de pleviertjes is volgens hun tellingen aan het afnemen. De bontbekplevier. Een zeldzaam vogeltje, maar in Ossenisse fladdert hij nog rond... zegt de vogelbescherming. En ze doen het gewoon slecht tot nu toe. Dus ieder broedpaar dat je kunt beschermen is van belang. Bontbekplevier. Oké. Bontbekplevier. Dat is wel mooi. Lijkt wel een zeemeel. Een prachtig, zeldzaam vogeltje. Nou, dat moet je toch beschermen. Hebben die Ossenissenaren niets met de natuur soms? Iemand die hier kon wonen, houdt heel veel van de natuur. Anders kom je hier niet wonen. Nou, en die mensen die snappen dus totaal niet dat dit allemaal nodig is, die onzin. Ik zie de kluut weer terugkomen. Ik zie... De wulp zie ik hier, kievieten. Maar het bonte bekpleviertje kwam me niet bekend voor. De Ossenissenaren komen in opstand, want volgens hen zijn er geen bontbekplevieren op hun strand. En de provincie haalt de hekken weg. Ja, op een gegeven moment gingen de hekken weer weg. Nou, mooi. Door naar een volgend onderwerp. Fijn dat de hekken weer weg zijn. Was het maar zo, want ze kwamen later ook weer terug. Ja, want de vogelbescherming stapt naar de rechter... en eist dan ook dat het fietspad op de dijk wordt weggehaald. Waarom? In het voorjaar zijn we nog eens gaan kijken. En toen hebben we dus waargenomen dat er om de 2 minuten... over de dijkvakken fietsen komen. En dat is dus voor broedvogels is dat funest. De vogelbescherming is ervan overtuigd dat de plevier op het strandje zit. Maar Annelies Hegger wil wel even uitleggen waarom dat klinkklare onzin is. Een klein kind kan zien dat dit onder water loopt, dit gebied... en dat hier geen eieren liggen. Dat kan namelijk niet. Ja, eb en vloed, hè. Elke 6 à 7 uur loopt het hier helemaal onder water. Dan worden de eieren nat. Dus even resumeren. Er zit een zeldzaam vogeltje in Ossenisse... en daarom komen er hekken. Niet eens, zegt Ossenisse, en de hekken gaan weer weg. Wel eens, zegt de vogelbescherming. En hier broeden vogels, dus het fietspad moet ook weg. Niet eens, zegt Ossenisse. Broeden kan niet, want er is eb en vloed. Wel eens, zegt de vogelbescherming, en de hekken komen weer terug. En ja, zo gaat de soap verder. Maar dan komt de vogelbescherming ineens met een bekentenis. Ik heb toen in een interview gezegd, met de plaatselijke krant volgens mij, van dat een bepaald dijkvak voor ons niet dicht had gehoeven. Mijn broek zakt af. Het was echt, het is toch niet normaal. Daar ben je jaren aan het vechten. Je bent echt geld mee bakken over de balk aan het smijten. Aan advocaatkosten, aan het installeren van hekken, het weghalen van de verharding. Het is echt ongelooflijk. En dan dat je na jaren erachter komt. Dat die geen vogels kunnen broeden, ja, dat is onbegrijpelijk. Oké, hoeveel geld is er bij weggesmeten? Alles bij elkaar. Ik schat 500.000 en ik denk dat we er nog niet zijn. Is er dan helemaal niemand blij met de hekkensoop in Ossenisse? Jawel. De man van de leverancier van de hekken.
Ja, dat zou kunnen. Die heeft er dus een cent aan verdiend. Ja, ja. Ja, kent u ook zo'n geval van weggegooid geld? Ga dan naar kanniewaarzijn.vara.nl. Wij duiken daar.